Mijn naam is Don Seder en ik kom uit de Bims. 500 horses, Django. 2-2 chicken, Nando. Huh. You might see me in a Rari. Old school fella, Atari. It's a new dog. Oké, goed. In het dagelijks leven ben ik een advocaat. Ik heb een eigen advocatenkantoor sinds begin dit jaar, genaamd Seder Advocatuur. Daarnaast ben ik ook politiek actief. Ik zit in de Provinciale Staten als duo commissielid. En verder heb ik vorig jaar het juristenkantoor Anti-Incasso opgezet. Ik moet bekennen dat ik niet meer in Amsterdam Zuidoost woon. Ik woon momenteel in Eiburg. Maar ik moet ook gewoon zeggen dat ik daar ongelooflijk veel spijt van heb. Want ain't no place like home. Ik mis de Bijlmer. Als ik terugdenk aan het eten, de mensen, de gezelligheid op straat, gewoon kunnen praten met de mensen, dan zie ik dat nergens anders terugvind dan in de Bijlmer. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, dan heb ik een hele fijne jeugd gehad in Amsterdam Zuidoost. Wat me specifiek is bijgebleven, zijn het spelen bij de flats, de begane grond, eerste verdieping, de glijbaan bij Ganshoef, daar waren we altijd te vinden, straatvoetbal in bij het Adidaspark, bij Holendrecht. Er zijn zoveel leuke herinneringen dat als ik terugdenk, dat ik toch wel met een goed gevoel terugkijk. En ik een geweldige jeugd heb gehad in Amsterdam Zuidoost. Ik denk dat opgroeien in Zuidoost voor mij een verrijking is geweest. Omdat ik op jonge leeftijd al te maken heb gekregen met interculturele aspecten. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, ik ben opgegroeid tussen de Nederlanders, Surinamers, Ghanese, Turken, Pakistanen, Nigerianen, noem maar op. En als kleine jongen moet je al heel vroeg omgaan met verschillende mensen, met verschillende kinderen vanuit diverse culturen. En daar leer je mee omgaan, je leert mensen accepteren, je leert andere culturen kennen en je leert je ook aan te passen. En ik merk nu later, nu ik 25 jaar ben en met verschillende mensen omga, merk ik dat dat me ergens toch wel geholpen heeft. Want dat aanpassingsvermogen wat ik heb, ik merk dat vele anderen die in zo'n omgeving niet zijn opgegroeid, die dat dan minder hebben of minder snel kunnen aanpassen. Dus ik denk in dat opzicht dat opgroeien in Zuidoost voor mij en voor anderen die hier zijn opgegroeid, zeker een verrijking is. Ik denk dat Amsterdam Zuidoost in de media verkeerd belicht wordt. Het wordt vaak neergezet als de ghetto van Nederland. Ruig, crimineel, veel armoede. Ik denk dat dat niet heel juist is. Opgroeiende hier heb ik me niet vaak onveilig gevoeld. En ik moet zeggen dat het een van de, dat ik hier een hartstikke fijne jeugd heb gehad. Wat de media probeert neer te zetten is dat Amsterdam Zuidoost een plek is waar criminaliteit een grote rol speelt. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat Amsterdam Zuidoost vergeleken met andere delen van de stad gewoon een van de veiligste plekken is. Daarnaast wordt er gesproken over een ghetto. Maar ik ken geen enkele ghetto elders ter wereld waar je een park hebt zoals Gaasperplas. Ik denk dat de media altijd een gevoel heeft, een gevoel om sensatie te zoeken. En dat ze altijd op zoek zijn naar een bepaalde tegenstelling. Arm en rijk, goed, kwaad. En dat Amsterdam Zuidoost zich daarvoor heel goed heeft ontleend. Vooral in de eind jaren 80, jaren 90. En dat het dan altijd heel mooi is als je dan zoiets kan neerzetten. En dan een vergelijking kan maken tussen waar zij wonen en waar jij woont. Dus ik denk dat de media daar heel erg van geprofiteerd heeft, van het beeld van Zuidoost. En dat juist verergerd heeft. En ik denk dat daardoor ook een onwaar beeld is ontstaan over Amsterdam Zuidoost. En iedereen die hier woont, iedereen die hier vaak is, die kan gewoon beamen dat Amsterdam Zuidoost een van de meest gezellige plekken is. Waar de mensen het meest open zijn, het meest gezellig, vrolijk. En dat er weinig tot geen criminaliteit hier te bespeuren is. Tenminste, ik voel me niet onveilig wanneer ik door Amsterdam Zuidoost loop. En dat voel ik me soms wel in andere delen van de stad. Door alle negatieve beeldvorming heb je zelfs mensen die aangeven dat ze eigenlijk niet in Zuidoost wonen of niet in de Bijlmer. Waar ik altijd aan denk is Gaasperdam, Gaasperplas. Dan hoor je vaak dat het Gaasperdam is en niet zozeer Amsterdam Zuidoost of de Bijlmer. Maar volgens mij hoort het gewoon bij Amsterdam Zuidoost en hoort Gaasperdam gewoon bij de Bijlmer. Dus je ziet dat zelfs in Zuidoost er soms mensen zijn die door de negatieve beeldvorming zelfs ook het gevoel hebben van ik wil er eigenlijk niet bij horen en zichzelf proberen te distancieren. Ik merk ook dat de jongeren in Zuidoost de creativiteit ontwikkelen om zelf dingen te kunnen doen. Als je naar Nederland kijkt, komen de meeste artistiekelingen
De meeste creativiteit komt ook, naar mijn mening, uit Zuidoost en wordt het geëxporteerd naar de rest van Nederland. En ik denk dat dat komt door de mentaliteit die je in Zuidoost hebt. Dat je vanuit daar opgroeiende dus een hongerige mentaliteit krijgt. Gezelligheid, eten, creativiteit. En most important, wanneer ik aan Zuidoost denk, dan denk ik aan thuis. Ik ben nog steeds Don, ik kom nog steeds uit de BIMS. Ik wil het zelf maar doen.